Vandaag wil ik eens kijken naar welke rechten ik heb als een festival wordt geannuleerd. En de persoon die ons daar alles kan over vertellen is Laura Klaes. Dag Laura. Hey, dag Doreen. Ja, jij weet alles over alles eigenlijk. Hè? Dus ik nodig jou uit. Ja, expert der experten. Alles goed met je? Ja, zeker. Zeker heb je... zomer. Hè? Het is goed. Het weer. Zoals al... altijd klagen we. Buiten gekeken? Ik ben daar straks al buiten geweest. Ja, en ofwel is het te koud, ofwel is het te nat, ofwel is het te warm. We klagen altijd. En ja, een Belg doet dat. Hè? Nu, vandaag gaan we het toch hebben over die festivals. Want we zitten volop in het festivalseizoen. Het is gestart. Ik moet heel eerlijk zijn dat met die regenval ik toch mijn hart heb vastgehouden. Mm-hmm. Zelf ben ik niet zo'n mega festivalganger. Maar alles viel bijna in het water voor Werchter bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ze zijn eraan begonnen. Mm-hmm. Wat doe je nu als een festival toch moet beslissen om welke reden dan ook van we annuleren? Ja, het beste eerst is toch van te wachten op officiële communicatie van de organisatoren zelf, zodat je zeker weet van oké, we gaan inderdaad annuleren, er gaat niks doorgaan. Dan, in principe heb je natuurlijk wel recht op iets, een tegemoetkoming, want jij betaalt voor het festival en het festival gaat niet door. Het beste is, en het gaat saai klinken, hè, maar lees de algemene voorwaarden dan. Hè. Eigenlijk zou je dat moeten doen als je je ticket koopt. Dan staat daar zo'n vakje dat je moet aanvinken. Ik heb de algemene voorwaarden gelezen. We klikken daar allemaal op. Klopt. Meestal zonder dat te doen. Maar dus dan ga je ze nodig hebben. Want daar gaat eigenlijk in staan wat je mag krijgen wanneer het festival geannuleerd wordt. Vaak zal dat zijn dat je als consument in zo'n geval kan kiezen tussen ofwel de volledige terugbetaling van je ticket... ofwel een voucher, een soort van ticket dan voor het jaar erop, wanneer het opnieuw zou worden georganiseerd. Als er niks in staat over annulatie, zou wel heel raar zijn, maar dan geldt dat ook. Dus dan gaat men ervan uit dat je als consument mag kiezen tussen oké, ik wil gewoon mee naar volgend jaar of ik wil volledig mijn ticket terug. Ja, die eerste optie, mee naar volgend jaar, is natuurlijk wat de organisatie het liefst zal willen, want die budgetten die zijn natuurlijk ook al uitgegeven, maar we zijn hier voor de consument. En Laura, wat nu als ik enkel de optie krijg om een voucher te krijgen? Ja. Lees meegaan naar volgend jaar. Eigenlijk is dat niet oké. Want als consument, je koopt natuurlijk een ticket voor een festival op die bepaalde dag of dagen en met die bepaalde line-up. En plots zegt het festival, nee, dit jaar niet. Je moet mee naar volgend jaar op een totaal andere dag met een totaal andere line-up. Eigenlijk is dat niet oké. Ah ja, natuurlijk. Ja, je hebt misschien speciaal gekocht om dit jaar Lenny Kravitz te zien op Werchter. Maar je zou dan denken dat die artiesten meeschuiven. Ja, dat kan je helemaal niet zeker weten, want die hebben een bepaald tourschema natuurlijk. Dus eigenlijk is het niet oké als een festival enkel maar die optie van de voucher aanbiedt. Zelfs als dat zo in de algemene voorwaarden staat en je dat dus ook zo hebt aanvaard. Eigenlijk is dat niet oké. Want natuurlijk, zo van die algemene voorwaarden, een organisator kan daar wel van alles inzetten, maar dat mag nooit compleet onredelijk zijn. En dus de wetgeving zegt, je mag geen compleet onevenwicht creëren in zo'n algemene voorwaarde. En een onevenwicht is dus iets waarbij de organisator dan eigenlijk alles zelf kan aanpassen zoals hij zelf wil. Mm-hmm. En de consument krijgt daar dan geen compensatie voor. En dat is dus eigenlijk wel wat er gebeurt wanneer je als organisator het festival annuleert. En dan, je verandert dan dus de dag. Je verandert de line-up. Mm. En dan toch tegen de consument zeggen van... ik heb hier alles aangepast en jij moet volgen. Ja. Je hebt geen recht op een reis terug. Gepland volgende zomer. Voilà. Eigenlijk is dat niet oké. En vinden wij dus dat je als consument altijd moet kunnen zeggen... ik wil gewoon de terugbetaling. Ik wil niet mee naar volgend jaar. Nee, dat vind ik inderdaad ook fair. Wat als je dan toch een terugbetaling vraagt, maar het komt maar niet. En je voelt, het gaat niet meer gebeuren. Ja, dat risico is heel reëel. Want je zei daar straks ook al, het kan heel goed zijn dat zo'n organisator, wanneer die moet annuleren, eigenlijk geen geld meer heeft. Ja, ja, ja. Vaak zijn er voorschotten al betaald aan artiesten en die krijg je dan ook niet zomaar meer terug. Los annuleren voor hen bestaat ook niet, hoor. Dat gaat niet. Nee, inderdaad. En dan kan je als consument wel heel erg veel recht hebben op zo'n terugbetaling. Als het geld er niet is, dan komt het niet. En dit is niet zomaar een heel theoretische idee. Maar we hebben het gezien 2 jaar geleden met het festival 100% Retro. Dat is de dag voor het zou moeten plaatsvinden geannuleerd geweest. En die organisator heeft toen ook gezegd van... kijk, ik wil graag mensen terugbetalen, maar met welk geld? Ik heb het niet. Ja.
En dan, nu gaat het deze zomer normaal gezien opnieuw plaatsvinden. En dus met de winsten van dit festival gaat hij de mensen die in 2022 de terugbetaling hadden gevraagd, proberen terug te betalen. Een andere optie is er gewoon vaak niet. Maar in principe heb je daar recht op. Dus het enige wat we kunnen zeggen aan mensen die echt wel heel graag die terugbetaling willen, is ja, stuur reminders, vraag het opnieuw en vraag van hoe zit het, wanneer mag ik het verwachten. Mm-hmm. Want heeft de reden van annulatie een invloed op die wetgeving? Nee. Dus nee. Overmacht hè, bij enorme weersomstandigheden waar iedereen van kan zien van nee. Ja, we kunnen hier nu geen festival organiseren. Eigenlijk maakt het niet uit. Nee, omdat je hebt als consument betaald voor iets en je hebt het niet gekregen. Dus die terugbetaling, okay. Die zou je altijd moeten krijgen. Je zou, soms wordt dat toegelaten, maar dit gebeurt gewoon heel zelden, wanneer de organisator zelf eigenlijk zegt, zonder overmacht dan van dit jaar hebben we er geen zin in. Dan zou je kunnen zeggen, oké, ik wil niet alleen gewoon de terugbetaling van mijn ticket, maar ik wil zelfs extra compensatie. Want ja, ik keek er wel naar uit, ik heb mij hierop geregeld, ik heb verlof genomen en dat gaat nu dus allemaal niet door. Dus die overmacht is eigenlijk enkel een reden voor de organisator om te zeggen, ik beperk mij tot gewoon een terugbetaling of een voucher voor zijn. En vaak neem je de trein, je betaalt een hotel. Hè? Ja. Heel vaak heb je nog veel meer kosten gemaakt hè, dan enkel het festival natuurlijk. Voilà. Maar dus bij overmacht mag een organisator dan zeggen, kijk, het is ook voor mij zeer ambetant dit, dus ik betaal gewoon jouw deel van wat je betaald hebt aan mij terug. Maar voor alle andere kosten, ja, sorry, daar kan ik niks aan doen. Maar als een organisator zegt, ik heb dat hier nu allemaal gedaan, maar ik heb er nu toch geen zin in, maar dat zo is iets ken ik anders. Er nog niet veel, nee, eigenlijk. Toch? Dat is wel echt heel erg dan. Ik heb ooit in een vorig leven ook wel event georganiseerd en dat is toch niet wat er meestal gebeurt. Nee. Nee, meestal is het door overmacht, hè? Ja. Door weersomstandigheden bijvoorbeeld. Regen. Of als een grote headliner annuleert, dat is ook nog een interessante, hè? Ja, maar dus in principe, één headliner die annuleert, dat staat ook vaak in de algemene voorwaarden, dat ze zeggen, ja, dan mag je je geld eigenlijk niet terugvragen. Eén headliner. Nu, als het echt gaat om een volledige dag die wordt omgegooid, heel wat mensen. Of als het een festival is dat eigenlijk drie voorprogramma's heeft en één grote headliner en die zegt af, dat is iets anders natuurlijk. Maar, veel risico's eigenlijk, hè? Ja, klopt. De eventorganisatiesector is een heel moeilijke sector of een heel risicovolle sector. Absoluut. Laura, bedankt om daarover te spreken met mij. Jij komt nog terug. Zeker. Tot straks.